jammer dat we dat ervoor eerst moeten hebben. Want eigenlijk wil je er geen aandacht meer geven. Het is ja, gek van woorden dat in 2022 in de maatschappij waar we nu wonen in Nederland, dat we over dit nog moeten praten. We leven allemaal mee met hem. We zijn een beetje teleurgesteld ook dat dit nog gebeurt in 2022. Maar de scheidsrechter heeft het ook goed aangepakt. Mooie gebaren toont op het einde van de wedstrijd. En mooi afgesloten. Dus we leven allemaal mee met hem. En we hopen gewoon dat dit niet meer gaat gebeuren. Ik ben nog even achter hem aangelopen, maar toen stond hij al onder de douche. En hij weigerde echt om nog op het veld te gaan staan. Ja, dan houdt top, hè. Dan maak je gewoon op een gegeven moment gewoon als team gewoon echt de beslissing. Tot hiertoe en niet verder. En ik weet, het is altijd gevoelig, hè. Aan de ene kant wil je dit soort mensen ook kunnen bestraffen of in ieder geval raken. Aan de andere kant wil je ze ook geen aandacht geven. Uiteindelijk gebeurt, ja, Sedin voelt zich zo duidelijk aangesproken dat hij erg in de emotie schiet. En mijn aanvoerder, samen met de aanvoerder van MPV, hebben de beste manier om een statement te maken. Dankzij ook de bond, de KNVB en de scheidsrechter mochten we de wedstrijd zo afsluiten.